28 sociaalwerkers hebben vandaag hun certificaat in ontvangst genomen, omdat ze met goed gevolg de cursus kinderbescherming hebben afgerond. Deze cursus is de afgelopen 3 maanden verzorgd aan sociaalwerkers van verschillende ministeries en organisaties, waarbij de focus gericht was op het kind. De cursus was deel van de samenwerkingsovereenkomst die IGSR, de Institute for Graduate Studies and Research, tekende met UNICEF in het kader van de uitvoering van de internationale verdrag voor de rechten van het kind. Deze overeenkomst was gericht op het voorkomen en terugdringen van geweld tegen kinderen in Suriname. Yasmati Kimraj, waarnemend directeur van IGSR, zegt dat dit instituut vaker trainingen heeft verzorgd over kinderbescherming. In 2014 voerde het IGSR de samenwerking met het MINOF, het project PRIKIMI, dat zich bezighield met preventie en aanpak van kindermishandeling in Suriname. Zo ook in 2017 voerde het IGSR een onderzoek uit in samenwerking met de Nationale Assemblée en die had betrekking op violence against children. Daarnaast zijn er diverse trainingen verzorgd aan rechters en advocaten in het belang van het kind. En recentelijk, in oktober 2022, vond er een awareness program plaats onder leiding van mevrouw Manohar en Rinetta Jokarto, beide verbonden aan de faculteit van de juridische wetenschap, maar ook in samenwerking met UNICEF en het Universiteitsbureau voor Kinderrechten. In al deze onderzoekingen en trainingen die zijn uitgevoerd, zijn er aanwijzingen geweest welke betrekking heeft op bescherming van kinderen. De VN heeft tevens als doel vrede en veiligheid te waarborgen en het respecteren van mensenrechten, zo ook van het kind. Het curriculum van de cursus was gebaseerd op de huidige internationale standaarden en de resultaten van onderzoeken die zijn gedaan naar geweld tegen kinderen in Suriname. Het meeste geweld tegen kinderen vindt in de thuissituatie plaats. Cursus Adelina Bijlhout zegt dat tijdens de cursus duidelijk is geworden wat de situatie is met betrekking tot geweld tegen kinderen. We hebben kennis gedaan over wetgeving natuurlijk, over kinderbescherming. Het kinderbeschermingssysteem in Suriname. De situatie over geweld tegen vrouwen en kinderen, vooral in de thuissituatie. En de cijfers die ons zijn gepresenteerd, vreselijk. Dat is zeker een beeld gegeven hoe het zit in Suriname. Het belang van het kind kwam heel duidelijk naar voren en dat is eigenlijk de rode draad. Het belang van het kind, daarvoor gaan we. We moeten het ook goed afwegen natuurlijk. De psychosociale en mentale zorg van kinderen en gezinnen die geweld ervaren in hun omgeving. Mevrouw Manon, professor Manon, mooie oratie natuurlijk. Die heeft ons eigenlijk dingen bijgebracht. Hoe ga je ermee om? Wat doe je als je bepaalde dingen ontdekt? Hoe ga je de begeleiding in? Wat voor trajecten ga je gebruiken? Casework en case management. Dank u wel, mevrouw Alspeer. Het laatste onderdeel heeft eigenlijk het belang gewezen van netwerken. En we zijn in een groep samen geweest en we zien dat het netwerken een heel belangrijke rol speelt, omdat je het alleen niet kan. De organisatoren zien deze cursus als een instrument om de tekortkomingen in de dienstverlening aan kinderen op te heffen. De 28 cursisten, allemaal vrouwen, vinden dat deze cursus een erkenning is voor de sociaal werkers. Het is de eerste keer dat IGSR een cursus speciaal voor sociaal werkers heeft aangeboden. Het project is volledig gefinancierd door de UNICEF.